Het is de première van Show Dogs, de film. En ja, het thema is honden. En dan is de link snel gelegd natuurlijk. Dus ik kom hier met een Barry op de foto met de kindjes. Een Barry niet direct, maar... En de presentatie van de film doen. Dan komen we, ja, tof. Vanaf woensdag 4 juli loopt de nieuwe film Show Dogs in de bioscopen. Een film waarin verschillende honden de hoofdrollen opeisen. In de Vlaamse versie hoor je de stemmen van onder andere Helle van der Heijden en Ivan Peknik. Het is een wereld waarin honden eigenlijk spreken en dus de mensen kunnen verstaan. En ik speel Max, dat is eigenlijk een Rottweiler, een politiehond in New York, die verplicht is om naar Los Angeles een hondenshow undercover te gaan bijwonen om een zaak op te lossen. En dan gebeurt het allemaal. Dus het is een leuke film en ja, familie entertainment, hè. Ik heb de rol mogen inspreken van Daisy in de film Show Dogs. En Daisy is eigenlijk een showhond. Ze doet mee met allemaal wedstrijden om te showen en uiterlijk en alles. En ze wordt een beetje verliefd op iemand. En dan komt ze erachter dat dat eigenlijk een undercover agent is. Dus om te zien hoe die liefdesrelatie gaat lopen, moet je zeker komen kijken. Broertjes! Ik had ooit een nest in Hopkinsville. Nu te geloven, zou het? Mama! De stem van Ivan Peknik is in heel wat animatiefilms te horen. Voor Show Dogs mocht Peknik zich in zoet laten gaan. Dat is superleuk. In dit geval een Rottweiler die van hip-hop houdt. En dat is zo dicht bij mij. Dat is zo goed gecast. Nee, dat is heel leuk. Dat is heel tof om te doen. Omdat je eigenlijk mocht overdrijven en in die hondenwereld kruipen eigenlijk. Dat is eigenlijk wel leuk. Show Dogs vanaf woensdag 4 juli in de Vlaamse bioscopen.